Maar ik heb deze week iets gezien en ik denk, ik ga op Forum voor Democratie stemmen. Ja. Lode stilte. Ja, keiharde stilte. Ik weet of mensen het hebben gezien. Er kwam deze week een campagnefilmpje uit van Forum voor Democratie, waarin Thierry Baudet die legt zijn visie uit over Nederland. Als hij 20 jaar aan de macht is, hoe Nederland er dan uitziet. Heb je het gezien? In 2040. En dat heeft mij zo overtuigd. Ik heb een paar fragmenten meegenomen. Dit wordt Nederland in 2040. Laat me u meenemen naar het Nederland van de toekomst. Naar het Nederland zoals Forum voor Democratie dat voor zich ziet. Ik zie Nederland niet, Peter. We zijn volledig overstroomd. Dat is zijn visie. Okay, okay. Er is geen Nederland meer. Ja. Nee, dit is het begin. Maar hij bolt van ideeën. We krijgen thoriumreactoren, gratis energie, een commerciële hyperloop. De luchthaven gaat naar de zee toe. Waarschijnlijk omdat we zijn overstroomd. En die wordt dan geopend met een Concorde die in 3,5 uur naar New York kan vliegen. En ik vind wel, kijk, we hebben lang over Rutte gezegd, die man heeft geen visie. Nou, als Thierry Baudet iets heeft, dan is het visie of een psychose, dat weten we niet precies. Maar in ieder geval gezien de productiekwaliteit van het filmpje, een hele dure psychose. Doordat we de massale en onder VVD-bestuur alsmaar voortgaande en zelfs aangewakkerde immigratie hebben gestopt en remigratie hebben aangemoedigd, keerde de veiligheid, de rust en de gezelligheid terug in de samenleving. De gezelligheid keert terug. Ja. Ik heb alleen één vraag als je goed kijkt. Wat doen die zwarte mensen in de achtergrond nog in ons land? Waarom zijn die niet? Of wachten die hier op de Concorde? Dit is helemaal geen Nederlandse familie volgens mij. Nee, maar dit is ook. Ze vieren kerst. Terwijl ik denk, Thierry, in 2040, we hebben toch Sinterklaas. Ja. We hebben alle klagers terug naar hun eigen land gestuurd. We hadden weer greep op ons land. De kloof tussen burger en politiek werd hersteld door referenda naar Zwitsers model. En ons zelfvertrouwen keerde terug door succesvolle integratie of remigratie. De kerstman is geïntegreerd en moslim geworden. Dat is. En over reïntegratie gesproken. Het gebied rondom Hoofddorp dat vrij kwam na verplaatsing van Schiphol, konden we daardoor gebruiken voor de plaatsing van een groot natuurpark, waar een oerbos werd aangeplant en waar vorig jaar, in 2039, de eerste elanden en wilde paarden werden gezien. En maar luister, die rendieren moeten ergens gekweekt worden natuurlijk, voor de kerstman. Hoe kan je nou een oerbos aanplanten? Ja, wilde paarden, opeens uit het niets. We hadden eerst de elf van Minerva en nu wilde paarden. Het is ook, ik zit ook, dat Schiphol, dat gaat dan naar de Noordzee toe. Dat vind ik ook leuk. Is er vlucht straks vertraagd omdat er op de landingsbaan een bultrug is aangespoeld? We erkenden dat de traditionele architectuur en stedenbouw eenvoudigweg beter aansloten bij de menselijke natuur dan grote stalen of betonnen molochen. Toen namen de wandelaar weer als uitgangspunt voor het stratenplan. Deze man is niet aan het wandelen. Die is aan het rennen omdat er wilde paarden achter hem aan zitten. Alleen, nu komt het argument waardoor ik heb besloten. Ik ga 17 maart Forum voor Democratie stemmen. Natuurlijk kon dit alles niet zonder de Europese Unie te verlaten. Elk aspect van het beleid dat we wilden voeren botste met de alsmaar dictatorialere decreten van Brussel. Toen de NPO eenmaal gesaneerd was. Hij gaat jou saneren. Arm, ik ben om. Jij wordt gesaneerd, persoonlijk. Ja, ik moet zeggen, Peter, ik heb wel eens lelijkere mannen geprobeerd om mij te saneren. Het renaissance schip komt op je af. Mag dat zomaar eigenlijk? Wat, dat jij in het filmpje zit? Ik zou jou heel graag... Maar kunnen we Harm dan niet laten vervangen door die kerstman? Dat lijkt me zo leuk, die kerstman dan... Weer sprakeloos. Veel plezier met je laatste keer autocue. Ja. Vond je dit nou een leuk filmpje? Abonneer je dan op het kanaal of like het hier beneden. Ja, en dan zie je meer. Jij zegt hier like hier, maar je bent heel klein. Dus dan, je wijst nu in het, wijst nu in het midden van het filmpje. Ja. Hier, like hier. Hierom. Hier like. En hier, abonneer. Is er ook enige reden waarom ik hier sta? Nee. Volledig niet. Jezus.